Als onze motorrijder aankomt bij de tolpoortjes van de Westerschelde-tunnel, is de camera-auto er al doorheen. De auto heeft een betaalautomaat aan boord, maar van de motor moet bij iedere passage het kenteken nog genoteerd worden. In de auto zijn we nog net op tijd om in de verte iets onverwachts te zien. Op de andere weghelft, maar het rijdt dezelfde kant op als wij. En nou een spookrijder, godverdorie. In Nederland kennen we dit verschijnsel als een spookrijder. Tja, en wat nu? Toekijken en hopen dat het goed gaat. En dat gaat het. Maar wat scheelt het? Bijna ongeval. Laten we hebben een spookrijder op de andere weg. Ik heb even een zwaarlicht aanzetten. Gelukkig eindigt dit weggedeelte op een kruispunt en kunnen we onze auto voor die van de spookrijder zetten. Ik ben net de tolpoortjes voorbij. Als ik nog moet leren, dan moet je zeggen. Nee, we hebben hem al. Ja, dan moet het rijbewijs invorderen. Zag je dat het busje, dat was bijna klapperen erop, hè? Door middel van het matrixbord wordt de bestuurder vriendelijk, doch dringend verzocht ons te volgen. Aan de kant van de weg peilt de politieman eerst voorzichtig de gemoedstoestand van de bestuurder. Ik zal me eens even voorstellen. 3 stoutenvellen van de verkeersbus. Dat ging bijna mis. Ja. Ik ben ook wel erg geschrokken, denk ik, of niet? Ja, we kwamen voor die tunnel. Wat heb je dan? Ja. Ja, en toen? We waren pad naar oude landen. Ja. Dus ik dacht steeds dat goed zat. Ja. Afslag borstelen moet ik niet hebben. Nee. Dus ik zat te wachten. Maar ik zei, verrekt, toen kom ik voor de tunnel. Maar ik zei, ik moet niet net over de kant. En toen? Ja, toen. Ik zei, ik draai hierop. Dus ja. Er kwam niks. Dus ik dacht, met Jan en beide nog niet gelijk af. Nee. U heeft zelfs nog een afrit gemist. Dus ik zat hem dan op de verkeerde baan. Dat wist ik ook wel. Ja, dat wist ik maar goed ook. Ja. Het zat echt gewoon helemaal mis. Ik denk ook dat het heel gevaarlijk is. We moeten gewoon eens even... Toen kwam er een busje. Ja, en die zag mij niet, dus dat was bijna petten. U bent van 1917. Ja. Al lange tijd het rijbewijs, denk ik, of niet? Ja, 60 jaar, 62. Een linnen rijbewijs afgegeven in Middelburg. 41, zeker. Op 22 september 1941. Dat is een mooi bezit. Nee, mijn bv is al, god wat moeilijk. Ja. Moet er niet naar de overkant. Nee. En dan is die bewijsring toch ook wel niet zo goed. En heb je nog aan gedacht om gewoon aan de kant te gaan stoppen en eens even te kijken hoe het dan verder zou kunnen? Wel nee, want we wisten helemaal niet dat we die niet hadden. Nee, we zaten maar voor die tunnel. Vanuit de auto belt de politieman met justitie voor overleg over het al dan niet onmiddellijk invorderen van het rijbewijs. Het gaat mij met name om... het rijbewijs voor de vordering artikel 130. Ga ik die gelijk invorderen of ga ik een vordering opsturen dat ze hem later beoordelen? Ja, dat lijkt mij het meest lastige, ja. Ja. Opsturen dat ze hem later dan uitnodigen om te beoordelen. Het rijbewijs wordt dus nu niet ingevorderd, maar ik ga gewoon de vordering opsturen. Ja, gewoon een vordering opsturen, ja. Oké. Okay. Nog steeds in het bezit van het rijbewijs mag de bestuurder verder rijden. Op dat moment maak je een keuze van wat is hier nu belangrijk. Ja. Ik vond het belangrijk dat... het onderzocht zou worden of die man nog geschikt is om zijn rijbewijs te houden. Ja, want even, kon je dat rijbewijs daar ter plaatse invorderen als politieman? Kan dat? Ja, je hebt de bevoegdheid om het rijbewijs in te vorderen. Je hebt in eerste instantie gezegd, ik vorder het niet meteen in, maar ik bel wel even met het Openbaar Ministerie. Ja, dat was een bijna aanrijding. Een van de officieren van justitie heeft dienst. Die is genoeg voorzien van kennis, zal ik maar zeggen, om die inschatting te maken. En het gaat met name natuurlijk ook om de feitelijke omstandigheden. Hè. Dus wat is daar nou gebeurd? En je hebt een gedraging, een foute gedraging in het verkeer. Je kan dan kiezen van afstraffen. Ja. Maar je kan ook denken van nou, is degene die deze overtreding begaat, is hij nog wel bevoegd? Geëquipeerd genoeg? Hè? Dus kan hij nog wel auto rijden? Verdient hij zijn vergunning nog? Verdient hij zijn vergunning nog, om het zo te zeggen. En die afweging begint eigenlijk met de agent op straat. Die kan beide kanten op. En die kiest er dan voor om in overleg te treden. Ik denk dat dat een goede keuze is.
En dan wordt nagegaan van ja, wat is nou in dit geval de adequate reactie. Dat kan zijn en, maar het kan ook zijn en of. En in dit geval is het gekozen dus enkel voor de bestuurlijke kant, dus de richting van de minister op te kijken en het spoor in te zetten van nou, verdient deze man nog een rijbewijs. Dus ik heb de keus gemaakt om een mededeling te doen aan het CBR, ja. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, aan divisie vorderingen die dat behandelt. En daar is het in behandeling en die gaan die man oproepen en die gaan kijken of hij geestelijk lichamelijk geschikt is om zijn rijbewijs te behouden. In dit geval ging het om iemand op vrij hoge leeftijd. Dus er kan sprake zijn van een gezondheidsaspect. Dus één punt, één vraag die de divisie vorderingen zich dan stelt is, moet deze figuur, deze automobilist, moet hier medisch onderzoek ondergaan? Ja. Maar de tweede vraag die ze zich kunnen stellen is, ja maar hij vertoonde rijgedrag dwars tegen de rijrichting in. Ja. Dus we moeten misschien ook eens kijken naar zijn rijvaardigheidskwaliteiten. Wij hebben het dossier bestudeerd en terwijl we daarmee bezig waren en contact hadden met die meneer, heeft die meneer zelf besloten om zijn rijbewijs in te leveren. Hij vond het niet langer verantwoord om op de weg te zitten. Dus dat kan ook. Het ging maar net goed. Ja, het ging echt net goed. Ja. En dan kun je alleen maar afwachten, kijken wat er gebeurt en hopen dat de tegenliggers goed opletten. Ik kon niks. Ik kon niet naar links, naar rechts. Links had ik natuurlijk de vangrail, rechts de vrachtwagen. Ja. Heb je nog tijd om iets te denken dan? Ik weet nog dat ik, je denkt van, pas ik ertussen. Je zit nog te kijken van, nee dat kan niet. Je kijkt in je achteruitkijkspiegel. Dan ging ik zelfs door me heen van, als ik veel op de remmen ga, dan weet ik dat mijn voorwielen blokkeren, dan kan ik niks sturen. Later ga je pas eigenlijk realiseren van hoe kort het was. Wat vind jij dat er gebeuren moet met zo iemand? Heb je daar een mening over? Nou, ik heb natuurlijk gelezen en gehoord van de leeftijd en dergelijke. Dus dan komt er natuurlijk wel wat van, nou, we hebben zo iemand, ja. Dan die is niet meer, die mag niet meer rijden. Dat, ja. Ja, dat vind ik wel. Dus...